De vergadering en ik geef graag de minister het woord. Dank u wel, voorzitter. En toen ik net de inbreng van de leden hoorde, toen besefte ik weer hoeveel pijn dit dossier doet. En ik voel hem zelf gewoon nog steeds, moet ik zeggen. Er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen jaren, ook rond de boerenprotesten en dergelijke. Maar ik heb nooit zo'n moeilijk dossier als dit dossier meegemaakt. En het spijt me dat ik wat emotioneel word, maar dat heeft puur te maken met alle verhalen die jullie ook hebben gehoord de afgelopen periode. En die verhalen heb ik al die jaren ook gehoord. Toen ik aantrad, toen was net eigenlijk alle wetgeving door de Kamer heen gegaan. Rondom het fosfaatreductieplan, maar ook rondom het fosfaatrechtenstelsel. En in dat stelsel zijn toen keuzes gemaakt. En ik heb dezelfde debatten niet meegemaakt, het was voor mijn tijd. Maar ik herinner mij wel dat dat ongelooflijk ingewikkelde debatten waren en ook hele zware keuzes die daar toen gemaakt moesten worden. En in het geheel zijn toen een aantal afwegingen gemaakt. Ik wil het toch nog maar even herhalen, ook om te snappen hoe de context hier is geweest. Vrij snel na de afschaffing van het melkquotum werd duidelijk dat de milieugrenzen werden overschreden. Het werd ook duidelijk dat dat consequenties zou gaan hebben voor de melkveehouderij. De manier waarop moest ook een korte tijd eigenlijk geregeld worden. Normaliter heb je in zo'n proces natuurlijk dat je gewoon lange tijd hebt om het ook gewoon netjes te borgen. En dat lukte toen niet. Op 1 januari 2016 is nog wel de ANVB grondgebonden groei melkveehouderij ingevoerd. Maar die bood eigenlijk onvoldoende solaas wanneer in 2017 het fosfaatreductieplan is ingevoerd en per 1 januari 2018 het fosfaatrechtenstelsel, net nadat ik was aangetreden. Het fosfaatreductieplan 2017, dat had direct impact ook op de bedrijfsvoering, waarin ook een bonus-malus systeem zat met betrekking tot de hoeveelheid gehouden melkvee op bedrijfsniveau. En het doel was om te zorgen dat de melkveestapel ook onder het fosfaatplafond zou komen. En daarna is dus het rechtenstelsel ingevoerd om te borgen dat het daar ook zou gaan blijven. Ik dreun het vrij droog op, maar dat is natuurlijk op individueel niveau. We zijn dat ongelooflijk grote ingrepen geweest en we hebben het net ook gevoerd. De vraag was onder andere ook van mevrouw Bromet, meneer Boswijk vroeg het ook andere leden. Die knelgevallenregeling die toen is opgesteld, is die dan eigenlijk wel ruim genoeg geweest? Nogmaals, het was voor mijn tijd, maar in de debatten met uw Kamer is toen ook gewisseld dat er inderdaad een soort van generieke korting zou moeten gaan plaatsvinden. Ook bij bedrijven die dus helemaal niets hadden gedaan. Mevrouw van der Plas heeft daar nog op gewezen. Die dus helemaal niet uitgebreid hadden of wat dan ook. Om te zorgen dat eigenlijk over het geheel nog wel een groepen tegemoet konden komen. Die echt een knelgeval waren. Meestal omdat zij bijvoorbeeld investeringsverplichtingen waren aangegaan, omdat zij waren uitgebreid. Maar ook bijvoorbeeld omdat zij in een overgang zaten van bedrijfsmodel, waardoor je ook weer op dat moment weer allerlei zaken daaromheen had. Dat was uiteindelijk de discussie. Het is kiezen in schaarste geweest. En het is toen ook met uw Kamer bediscussieerd hoe groot die ruimte moest zijn om die knelgevallen tegemoet te komen. Er is een afromingspercentage afgesproken van 8,3%. En ook toen was al duidelijk dat dat een hele kleine marge was voor de groep die nog tegemoet gekomen zou moeten worden. Vervolgens is ook bij de toekenning van de fosfaatrechten is ook de discretionaire ruimte die je normaal hebt als bewindspersoon, is ook weggegeven eigenlijk aan een commissie, aan de commissie Calder. Dus in het licht van de vraag ook van de heer Bisschop over de toeslagen en dergelijke, heb je dan ook nog discretionaire ruimte als bewindspersoon? Die heb je dan dus ook niet meer. En dat is denk ik ook wel een van de lessen die je gewoon met elkaar moet gaan trekken uit zo'n discussie. Hoe ga je in dat soort gevallen om met wetgeving die zeer complex, zeer ingrijpend is,
Maar tegelijkertijd, welke bevoegdheden heb je dan uiteindelijk nog als wetgever? Ja, in dit geval werd die mij ontnomen. En nogmaals, het is voor mij tijd geweest, maar ik had dus op dat punt geen ruimte meer. De commissie Calder die stelde zelf al dat de ruimte om knelgevallen tegemoet te komen eigenlijk bijzonder beperkt was. Want hoe meer ruimte je weer zou gaan geven om knelgevallen tegemoet te komen, hoe hoger het generieke percentage zou moeten worden voor onder andere de boeren waar mevrouw Van der Plas op duidde. Het was dus echt een solidariteitsvraagstuk. Daar zijn keuzes in gemaakt die voor iedereen, echt niemand uitgezonderd, gewoon pijnlijk zijn geweest.